Als je een start-up begint, is het heel belangrijk dat je je verhaal kort en bondig kunt vertellen. En dat heeft blijkbaar iets te maken met liefde. Caroline is experte elevator pitching en ik weet stiekem niet eens wat dat betekent. Dus Caroline, let me know, wat betekent het? Elevator pitching komt van de financiële wereld. En het betekent eigenlijk dat als je in een lift binnenstapt en er zit iemand in die lift die je wil gaan overtuigen van jouw verhaal, van jouw bedrijf, dat je daar de tijd voor hebt die zo lang duurt als de beweging van de lift. Dus dat is een 30 seconden, 45 seconden meestal. Dat wil dus zeggen dat je een aantal elementen gaat moeten vertellen. Je gaat moeten niet alleen je product gaan aantonen van wat is mijn product, wat is mijn dienst, maar daarnaast moet je ook meegeven van wat je anders gaat doen dan je concurrenten. Dus het is belangrijk als je zo'n elevator pitch wil doen, dat je die ook voorbereidt, dat je op voorhand al weet wat wil ik zeggen. En dat je dan ook gewoon, als je voor die persoon staat, want dat kan op elk moment gebeuren, dat je daar ook gewoon vrij, naturel en overtuigend overkomt. Top, dankjewel. Ben je benieuwd naar de elevator pitches van onze eigen kandidaten? Check dan zeker flair.be of ons YouTube-kanaal.